best on you, so can I go over it? That kind of block you. Gisteravond was het wat aan de late kant. Had nog was voor vandaag, dus ik heb vandaag scanning mijn papieren van gisteren. Omdat het te laat werd. Dat is geen probleem, kan je gewoon je papieren scannen. Dat scannen we van vandaag gewoon vanmiddag. Omdat als je tijd hebt, kan het gewoon 's middags. Sleutels mee naar de auto, die staat geladen voor de deur. En dan gaan we mooi rijden. We hopen nog wat meenemen te vissen. Mocht er tijd voor zijn, altijd leuk. Nou, we zitten in de wagen. Even spulletjes opruimen, koelkastje aan. Hekel aan rommel. Dus alles even een plekje geven, opbergen. Een stukje vooruit, deuren dicht doen en dan kunnen we gaan. Dat zit hier mooi hoor. Ja, ik vind het ook wel grappig, maar het is net even deftig. Zo is mooi. Goed, we zijn in Drachten. We zijn bij de eerste klant. Voor de vertegenwoordiger gaan we olieoren lossen. Het is ook bij de olieoren zelf. De boordcomputer staat al te piepen, dat we te lang stilstaan. Ik gooi hem zo even in de ronde, zet ik hem voor de deur. En dan gaan we even kijken of ze er zijn. Ze zijn er, maar of die vertegenwoordiger er ook al is. En dan kunnen we ze spullen even lossen. Top. Pauze, nul. Hard aan het werk. Hoppa, next. Goed. Ik ben er net even niet naartoe gekomen eigenlijk. Dus ik ga hem nu even volgorde leggen. Dat is ideaal. Hoor. Gaan we. Ga nog even een keer. Goedjes aan. Hoppa. We zijn nu bij een klant, dan moet je je melden voor, je meldt je niet echt. Dit is buizenpost, je stuurt gewoon je vrachtbrief op. Die krijgen ze dan voor bij ontvangst. Die gaan de vrachtbrief bekijken en dan roepen ze je af. Ze roepen je gewoon om. Ik wacht altijd even tot hij weg is. Hij gaat al volgens mij. Hop, weg. We gaan zitten en dan wachten tot we kunnen lossen. Echt regelen, jongen. Ik blijf dit echt doen. Hier hangen van die speakers. En dan word je omgeroepen met doknummer erbij. En dan kan je volgens kan je lossen. Ik moet nu even aandokken. Je hebt dus al in Duitse platen. Dus dat is op gevoel, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik denk dat het wel zo is. Ik moet even kijken. Die is altijd een beetje grof, die is even langer dan de rest, dus je kan niet zo goed zien. In principe zou het zo moeten zijn. Thank you.
roermotor aangezet. Ik heb een pelletje retour mee van een collega die niet teruggaat naar Simeloze of ergens kan lossen. Wij komen straks vanavond, of ik in ieder geval kom vanavond weer op Bochum, kan ik die pallet gewoon bij ons op de opslag neerzetten. Dus je meteen weer terug, kan hij retour naar de klant. Ja, het is koeling, dus de koelmotor moet even aan. Hier zit de dieselmotor, aan de binnenkant de verdamper, want ik heb ook een doorlaatsysteem. Dat gaan we later nog wel even zien. Heb ik geen koeler aan de voorkant hangen, maar hangt er bij deze onder. Kastje om het in te snellen, zit een kabeling en dan een verdamper in de bak om goed te koelen. Stempel drukken. Mooi. Nou, pauze. Even een banaan voor de energie om goed te kunnen vissen. Hengeltje mee. Helemaal gauw. Nou, we gaan naar Sint-Nicolaas gaan. Ik denk niet dat ik er eerder ben geweest. Ik denk dat het een beetje een groothandeltje is, een brouwerijtje of iets in die trant, want we gaan bier brengen. Dus we gaan het zo meteen wel zien. Mooi aan het rijden. En dan gaan we gewoon rechtdoor met die schaal niet af. Hè? Ach. Schitterend. Volgende adres hebben we de pompwagen en de voorste bak nodig. Dus ik ga nu ontgrendelen dat ik de triangel kan inschuiven. Dan schuiven we hem in elkaar, doen we de tussendeur open. Kan ik even de pompwagen overladen. Want ik heb nu al adressen voorin staan. Het is niet zoveel, maar nog 6 adressen. Het zijn niet zoveel pelletjes, maar het is toch wel lekker als die elektrische pompwagen. Dus nu even inschuiven. Hey, fijn weekend. Ja, hetzelfde, tot de volgende keer. Hoi. Mooi. Weer een tevreden klant. Gaan we de aardingwagen weer halen. Staat 2 straten verderop. Tikken we hier op en dan gaan we naar Urk. Grap Urk. Bij een visboer gelost, een tank voor de oliehoren. Die lege heb ik nog achterop staan. Dit is wel ideaal, dan hoef ik niet bij elke klant die aardingwagen eraf te gooien. Maar kan ik hem even scharen, kan ik met die hefdruk die tank er vanaf pakken. Lege er weer in. Het scheelt gewoon een hoop tijd qua werk. Dan hoef je niet meer aan te koppelen, kan je zo verder. Heerlijk. Net gelost in Urk.
En als je in Urk bent, dan moet je een visje eten. Nou, lekker hoor, dat moet ook gegeten worden. Dus kippelingetje gaat er ook weer. Ja, dit is. Kom op. Ik merk dat mijn cameraman er nog steeds last van heeft om zijn schoenen normaal uit te trekken. Ik ben er ongeveer een minuut of twee, drie mee bezig. Om hem te wachten. Dus ik ga het nu voor eens en voor altijd goed uitleggen. Je gaat staan. Lars, die doe je los. Ja? Links is los. En dan keer je, doe je die ook los. Sta je met twee voeten op je tenen. En dan ga je zitten. Akkoord. We gaan, zoals het op de deur staat, lossen. Eén tankie, pompwagen staat er al in. Ik ga nog een klein stukje achteruit rijden, want dit wordt gepasten. Lelystad! Dit is de honderdste Scania die Simeloos gekocht heeft. Zometeen zal ik ook over de buitenkant wat vertellen. Maar nu eerst de binnenkant. De binnenkant is uitgevoerd met het zwarte leer met het rode stiksel. Daarbij hoort ook een luxe bijrijdersstoel. Die is niet luchtgeveerd, maar die kan wel naar binnen draaien. En voor de rest ja, is het gewoon het dikke standaard Scania interieur. Met de rode accenten overal terugkomend. En gewoon met de leren bekleding en de deurpanelen. Ja, ik ben er erg blij mee. Dus elke dag geniet ik er weer van. Vind ik het mooi. Stel je voor dat je haar door de wal gaat. Nou, jij zegt het. Ik denk het. Zal ik hem gewoon de hele dag ophouden? Ga je dit doen? Nou, die wagen van de deur. Dan deurtjes dicht, ademwagen weer ophalen en dan kijken of we op de dijk kunnen komen, want de weg is afgesloten. Eens even uitzoeken. We gaan toeren naar de overkant, naar de oude veiling. Daar staan die dollies. 476, dan die gooien we even in de ademwagen en daarna gaan we losse bij Hesse in. Ja, we zitten de dag erop, dan zijn we klaar. Dan gaan we naar de tent af.
Nou, we zijn weer terug op de tender, de thuisbasis. We hebben een mooi dagje gehad, leuke adressen gehad, even gevist, geen vis gevangen, wel vis gegeten, dus dat is lekker. Ik zal nog wat vertellen over die auto, combinatie. Dat hebben jullie vandaag de hele dag kunnen zien, het is een zesassige combinatie. S-serie van Scania, New Generation, 520 pk V8. Hij is uitgerust met Alcoa's, luchtgeveerde vooras. Mijn auto, omdat het de 100ste auto is, de 100ste Scania, hadden de eerste cabine, ze hadden nog een glazen ruit achter op de cabine van de V8 cabine. Daarom hebben we bij mijn auto, hebben we rondom de A-stijlen, hebben we ook zwart gespoten en mijn spiegels zijn ook hoogglaszwart. Dat is wel leuk, omdat ik de enige ben met die hoogglaszwarte spiegels, dat is goed te herkennen. Leuk dat jullie keken. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik vond het leuk om te doen. Ik heb een mooie dag gehad samen met vriend de cameraman Lars. Ja, dit was het. Ik ga hem zelf nog even lossen. Tot de volgende keer. Bedankt.